De COVID-19-situatie in Suriname is redelijk onder controle. Daarom heeft de regering besloten de COVID-beperkingen die 2 jaar geleden waren opgelegd per 15 april volledig op te heffen. In een videoboodschap geeft president Chandrika Prasad Santokhi aan dat de regering in haar evaluatie het aantal besmettingen, de bezetting in de ziekenhuizen en de werkdruk in de gezondheidssector heeft meegenomen. En nu het zover is dat we de COVID-situatie onder controle hebben, dan is het tijd om de vrijheid terug te geven aan de samenleving. De vrijheid terug te geven naar alle sectoren van de samenleving. En dat is namelijk dat we op basis van gedegen advies als de regering hebben besloten, met ingang van vandaag, om de beperkingen die er waren als gevolg van COVID op te heffen. En de beperkingen die hebben te maken met alle maatregelen die we getroffen hebben op het gebied van aantal personen, op het gebied van mohana, op het gebied van de bewegingsvrijheid, op het gebied van werklocaties. En nog meer van de maatregelen waarvan u zelf deelgenoot bent geworden. We hebben beslist als regering dat die beperkingen volledig zijn opgeheven. Het staatshoofd wijst erop dat het COVID-19-virus nog steeds bestaat. Daarom moet voorzichtigheid nog steeds betracht worden. Santokhi zegt verder dat de Mohana-maatregelen sterk aanbevolen worden. In besloten ruimte is het geadviseerd nog steeds een mondkap aan te doen en de sociale afstand te houden. Maar we verwachten ook van de beheerders, de eigenaren van die besloten ruimte, dat ze verantwoordelijkheid nemen om zelf die controle uit te oefenen. En dat u dat niet overlaat aan de regering of de overheidsdiensten. Dus nogmaals, voor wat betreft de besloten ruimte, is het een sterke aanbeveling wat wij als regering geven om daar wel de Mohana-regels toe te passen. Voor wat betreft de vluchten, daar nemen we genoegen met de vaccinatie. En zij die niet gevaccineerd zijn, aan die zullen vragen om een test te doen, zodat ze op basis van een gunstig resultaat van de test, namelijk een negatief resultaat, ook kunnen reizen en vliegen. President Santokhi geeft aan dat er een staatsbesluit gemaakt en gepubliceerd zal worden, waardoor de totale gemeenschap op de hoogte zal zijn van het nieuwe beleid. Het staatshoofd vraagt de totale gemeenschap er alles aan te doen dat het virus zich niet verder verspreidt.